vandaag zijn we in Boerensland in Lievelde. Aha, dit wordt een hoopje speciale aflevering van Jessica Werken, want jullie kijken naar een nieuwe presentatrice. Ik ga namelijk Yvonne Kaas voor vervanging voor dit programma Boer, Doek, Vrouw. Nee, jij gaat Yvonne Jaspers niet vervangen. Wat? Ik ga Yvonne Kaas niet vervangen? Nee, joh. Waarom niet? Yvonne blijft. Heb je die kop van haar gezien? Maar dat is hoppie saai. Yvonne hoort bij de boeren. Wat gaan we doen dan? Jij gaat meelopen met de veearts. Meelopen? Ja. Met die veearts? Zeker. Waarom? Dat is toch enig? Hé, laat me je ene zeggen. Ik ga niks aanraken, hè. Hé, die koe moeder, die geisse moeder, die schaapse moeder, iedereen zijn moeder. Ik ben helemaal klaar met jullie. Jullie komen elke keer met allemaal kutdingen van mij. Ik ben helemaal klaar met alles. Hallo. Hallo. Welkom hier op onze mooie boerderij. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ik dacht eigenlijk, we zaten vandaag boer zoekt vrouw Yvonne Kaspers gaan vervangen. Maar ik zie jou. Ja. En ik denk meteen, volgens mij zijn al die boerinnen gek van jou. Ja, het valt toch een beetje tegen hoor, volgens mij. Want ik heb maar één knappe boerin, dus... Eén knappe boerin, ja. Heb je ruimte voor een exotische boerin? Een bijvrouw bedoel je? Nou, wie weet. We gaan kijken. Maar wat gaan we vandaag allemaal doen? Ik heb het over alle laarzen voor jou, want zo kun je de stal natuurlijk niet in. Dat vind ik zonde als jouw mooie pakje vies wordt. Hij is echt een gentleman, joh. Oké, we gaan even iets anders aantrekken. Ik zie je zo terug. Oké. Ik zie er in ieder geval goed uit, ja toch? Beeldig, je bent er helemaal klaar voor. Die lucht is echt... Oké, ik kan het. Gaat het? Dat kun je wel. Even overheen stappen. Ja, maar als ik naar je koe kijk, dan denk ik... Oh, wat een mooie tapijt. Ja, ik denk, wat een mooie koe. Dat is wat jij ziet? Ja, wat een mooie uien zit eronder. Wat heeft hij een mooi glanzend vel. En wat is hij lekker nieuwsgierig. Kijk, hij is beter gewoon. Kan je die koe niet trainen om zinderlijk te worden? Oké, loop jij wel aan die kant. Kijk, deze koe, ja, die wil echt heel graag bij jou zijn. Ja, zie je dat? Dat is toch leuk om te zien? Oké, jongens, rustig. Iemand wordt hamburger vandaag, ik zweer het. Ik ben dus niet alleen boer, maar ik ben ook dierenarts. En soms is er wel eens een koe ziek. Hebben ze bijvoorbeeld uierontsteking bijvoorbeeld. Nou ja, en dat moet je dan soms controleren. Oh, je moet eerst contact maken, ja, laten weten. Ik weet je, als je als man in de discotheek komt, dan ga je ook niet gelijk zo, nee, hè? Nee, want anders is het gelijk me too, of nee, me koe. Die koe is hoppiegeel, die spuit gewoon melk. Het is gewone melk. Het smaakt echt veel lekkerder dan gewoon de melk die jij uit de winkel koopt. Dus, Luister, ik heb ooit zo'n hele volle glas melk gehad. Ja? Het was van John Williams. En als ik melk wil hebben, ga ik zo meteen in een andere uier zitten. En dat is niet van die koe, maar dat is van jou. En voor de rest, dit, ik weet niet wat het is, maar dat drink ik niet. Oh, jammer. Nou, neem jij maar zelf een slokje. Ik neem een slokje. Proost. Je neemt... Nou, betere melk krijg je echt niet, hoor. Oh, jawel, hoor. Maar baas, leg me even uit, want wij zien vaak... die boeren op die Malisveld staan. Ja. Maar wat is aan de hand? Wat begrijpt de rest van Nederland niet? Wat er eigenlijk aan de hand is, dat de opbrengsten voor de boeren... Ja, die zijn nog steeds hetzelfde als 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Dus de marges voor de boeren, ze verdienen eigenlijk gewoon steeds een beetje minder geld, zeg maar. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de consument, hè, dat jij en ik en alle andere mensen... dat die gewoon iets meer geld zouden betalen voor hun melk... en iets meer geld zou kunnen betalen voor een stukje vlees. Of dat die supermarkten niet zo hoppiegierig moeten zijn. Ja. Hè? En ja, de prijs gewoon naar beneden en die boeren goed betalen. Ja. Want ik ga niet meer betalen. Ja. Want die supermarkten hebben tijdens de hele corona... Hè, hebben die mensen hoppieveel geld verdienen. Dus dat is die probleem. Volgende keer gaan wij mee met die boeren naar die Malisveld. En ik schiet iedereen. Ja, pas op. Ja, hoppie onbekocht. Nou, ik vond het een mooie einde om af te randen. Nee, wacht even. Ik had nog één dingetje eigenlijk. Ja. Maar ik dacht, we gaan eens even voelen of een koe zwanger is. Kijk, die kan om mijn schouder. En dan pak ik een beetje glijmiddel. Dat ken je wel, toch? Ik ken dat wel. Ja, precies. Hoppie veel glijmiddel gewoon. En dan ga ik gewoon heel rustig. Kon je mijn baba? Ga ik naar binnen. Je gaat hoppie diep. Ik voel de baarmoeder. Ja, ik kan het voelen. Je zit gewoon in die koe. En weet je wat leuk is? Aha. Ik voel een kalfje. Ik denk dat ik even moet gaan zitten of iets.
Je nagels zijn te lang. Helemaal goed. Ik ga heel even zitten. Even tijd voor mezelf. Dit is echt... Ik heb freaky shit gezien bij YouPorn. Maar dit is echt... Ik ga heel even liggen. Heel even liggen. Gaat het weer een beetje hier, Deska? Ik ben weer oké. Vond je het wel leuk vandaag? Weet je, baas, ik ga je heel eerlijk zeggen. Je bent diep gegaan. Er is nog nooit een man zo diep gegaan voor mijn gezin. En ik wil jou bedanken, want ik heb nu echt waardering gekregen voor die boerenleven. Jullie werken hard en eigenlijk houden jullie Nederland in leven. Dus daarvoor ben ik jou dankbaar. Maar als de vraag is dat ik, Judeska, met deze nagels, met deze haar hier op die erf ga zijn en dingen ga doen, dat denk ik niet. En als ik volgende keer melk drink, en we gaan niet zeggen wat voor melk, dan zal ik aan jou denken. Nou, hartstikke fijn. Ik ben blij dat je, ik zou zeggen, zegt het voort. Hè? En zullen we dan misschien als afsluiter nog even één rondje doen? Even daar op die grote jongen daar. Liever op een andere grote jongen, maar oké. Nog één rondje daar. Eén rondje met z'n tweeën. Want het is echt een rondje.